Denk ik. Dankjewel. Oké. Hartstikke mooi. Hele grote groep belangstellenden. Heel erg hartelijk welkom allemaal. Mijn naam is Michiel Kruijendonk en ik mag jullie welkom heten. Ik mag de show leiden vandaag. En waarom zal ik zo vertellen? Heel erg hartelijk welkom voor iedereen hier, alle vrijwilligers die in grote getale aanwezig zijn, alle medewerkers. Helaas is Annie Vermeeren er niet. Dat is ook een vrijwilliger die we allemaal misschien wel kennen, maar die is gaat niet goed met haar. Van deze plek in ieder geval namens het bestuur voor Frits en de familie heel veel sterkte. Maar wij zijn hier wel en in een grote groep en dat is heel erg mooi. Om te beginnen wou ik even huishoudelijk. We gaan hier even het woord doen. Ik open de bal, net gedaan. Vervolgens neemt Hans de microfoon van mij over. En daarna zal de wethouder Frans ook nog even iets zeggen. Daarna gaan we de hele groep buitenlangs, dus hier bij het buurthuis eruit. Over de straat, of over het plein bedoel ik. Om het pand heen en dan via de nieuwe ingang van het cultuurcluster weer naar binnen. En daar gaan we dus via de nieuwe opening met een speciale handeling ook het museum openen. Dan kunnen we daar ook naar binnen om allemaal het museum te bekijken. Dan is het geopend en dan kunnen we daar nog een borrel drinken en een goede tijd hebben. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Wij zijn als bestuur, dat wil zeggen Haske de Jong van de Jumbo, jullie allemaal wel bekend. Jan Beckhoff van alle andere vrijwilligerstaken die zo'n beetje te bedenken zijn in Noordwolde. Waar jullie een van die taken hem vast wel kennen. Met z'n drieën gevraagd, 4 maanden geleden ongeveer, door het college, door Frans, om zitting te nemen in het bestuur. En je weet al hoe dat gaat, net vroeg thuis. Ja, ik heb Hasker en Jan Beckhoff gesproken. En die zeiden, ja, we willen het wel doen, maar alleen als jij meedoet. Dus ik denk, nou, zo zat hij natuurlijk ook bij Hasker. En ook bij Jan. Nou, dat is gelukt. Dat is prima gegaan. Dus wij zijn dat gaan doen en eigenlijk ook van ja, het is belachelijk en een heel vreemd idee. Van buitenaf weet ik er niet heel veel van. Maar je krijgt wel mee dat er wat onrust is en dat de tent dicht is. En ja, het kan toch ook niet zo zijn dat het niet meer open gaat. Dus ja, we hebben alle drie dat gevoel en ook alle drie gedacht, hier moeten we wat aan doen en hier willen we wat aan doen. En als bestuur zijn we toen aan de slag gegaan en eigenlijk, er lag al van alles en er lagen ook plannen, dus we hebben eigenlijk een plan gemaakt waarbij 3 prioriteiten heel belangrijk waren. En de eerste prioriteit was natuurlijk de heropening, waar we hier nu voor staan. De heropening, ja, het plan lag al, want een paar jaar geleden had het bestuur al aan de bel getrokken. Jongens, het gaat niet goed. We hebben teruglopende bezoekersaantallen en we moeten iets gaan doen, inhoudelijk. Dus zo was al heel veel werk gedaan. Eigenlijk lag er al een panklaar plan om iets te gaan doen, maar dat was dus on hold gezet. We hebben gekeken naar de planning, naar de offertes, naar de financiële planning, wat is er haalbaar, hoe zit het met de subsidies. En alles bij elkaar. Geveegd. En toen kwamen we tot een plan en eigenlijk toen gezegd, nou alles in een snelkooppan, hoe snel kunnen we open, want dan moeten we de tent zo snel mogelijk weer open hebben. Dat is 24 juni geworden en het is best wel spannend geweest, want het is ongelooflijk druk geweest. Vooral heel veel vrijwilligers, het is niet te geloven, heel bijzonder ook om te zien. Je kon hier niet komen, op de laatst bijna elke dag. En er zijn altijd zoveel mensen zo hard aan het werk, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En elke dag is er zoveel veranderd. Ja, het is echt hartverwarmend om te zien. En natuurlijk ook de medewerkers en Televo, niet te vergeten, die haar laatste huzarenstukje hier van deze opening gemaakt heeft. Omdat ze hierna, ze zou eigenlijk voor mij afscheid nemen, maar je hebt hier nog fantastisch werk verricht. Bedankt daarvoor. Nou, prioriteit 2 voor ons was het vinden van een nieuwe directeur. Niet onbelangrijk. Een directeur in zo'n setting is natuurlijk een duizendpoot. Als bestuur probeer je te sturen en beleid te maken en op de financiën te letten. Maar de directeur die moet het echt gaan doen. Die moet plannen maken en uitvoeren. En dat was ook heel spannend. Daar hebben we veel energie in gestoken, vacature opgesteld. Op culturelevacatures.nl geplaatst en dat bleek een goed medium. Want eigenlijk al snel hadden we bijna 30 sollicitanten. Allemaal heel erg, toch goed niveau, we schrokken ervan. We hebben 5 mensen echt doorgezaagd, gesproken. En uiteindelijk hebben we ook eentje gekozen en daar zijn we mee tot overeenstemming gekomen.
En hij is hier aanwezig, dames en heren. En ik kan me jullie voorstellen, Michiel van der Kaai. Hij staat daar misschien wel even hand op steken. Dank u. Michiel begint eigenlijk zo spoedig mogelijk. 5 juli zal zijn eerste werkdag worden, hebben we net overlegd. En zal 2,5 dag per week gaan werken. En nou ja, straks is hij er ook tijdens de borrel, dus kunt u hem gewoon even aanraken en met hem praten. Kennis maken. En onderdeel van die tweede prioriteit is natuurlijk, ligt van alles achter. Bezoekersaantallen moeten omhoog. We willen meer verbinding met het dorp. En we willen dat het historische verhaal dat hier verteld wordt, verankerd wordt in de toeristische regio. Dat gaat Michiel aan doen. En daarnaast een derde prio, en daar zijn we nu nog volop mee bezig, dat is een goede samenwerking in het cultuurcluster. Want het museum maakt een belangrijk onderdeel uit van het cultuurcluster. Dat is eigenlijk de ruimte die concreet hiernaast, daar zullen we straks doorheen lopen, in februari al geopend is. En waar we natuurlijk onderdeel van uitmaken samen met de bibliotheek en de wereldwinkel. En daar moet de samenwerking op gaan komen. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Nou, en dan over het museum zelf. Ik ben zelf heel erg nieuw en van de buitenkant krijg je wel eens wat mee. En eigenlijk is het heel bijzonder om te zien wat er dan ontstaat in die tijd vanaf 1989. In toch een betrekkelijk klein dorp waarin de mensen eigenlijk wel graag met twee benen op de grond willen blijven staan. Het is een plattelandsgemeenschap en niet al te ver boven Maaiveld, SVP. Dat vinden we wel prettig. Maar toch, stiekem is er heel erg veel ambitie aanwezig. Altijd al geweest, denk ik. Het is een bescheiden gestart in 1989. Met het Rotan Centrum in het Oldevat. De meeste van jullie zullen het wel kennen. En in 2001 hier naartoe verhuisd. En daaruit straalt natuurlijk al enorme ambitie. En ik vond het toch leuk om eens proberen in ieder geval. Omdat ik daar zelf niks van meegekregen heb. Uit oude doses, om mensen te raadplegen, om mensen die in het verleden, in het begin erbij waren. Om eens kijken of het niet een leuk verhaal is, waar het ook een beetje uit blijkt. En met dank aan Martin Drachtsma, een leuke anekdote die ik graag met jullie zou willen delen. Het Vlechtmuseum heeft natuurlijk in de loop der jaren heel veel bestuursleden gekend. En allemaal met hun eigen, goed bedoelde ideeën over hoe het het beste zou kunnen gaan natuurlijk. In grofweg zou je die kunnen verdelen in twee groepen, de mensen. De ene groep is meer voor een folkloristisch museum. En een andere groep meer voor een professioneel museum met een moderne en in ieder geval landelijk allure. Een illustre vertegenwoordiger van de laatste stroming was de internationaal befaamde kunstenaar Onno Boekhout. Hij woonde tot zijn plotselinge dood in de Hoeve. Hij is overleden in 2002 door een auto-ongeluk. Maar hij is tot die tijd jarenlang zeer begaan geweest met het museum. Samen met Tellefo was hij verantwoordelijk voor prachtige exposities die landelijke aantrekkingskracht hadden. En daar blijkt natuurlijk uit dat heel veel mensen samen heel veel ambitie kunnen hebben en kijken waar we staan. Vertegenwoordigers van de folkloristische groep hadden natuurlijk ook zo hun ideeën. Zou een nagebouwde plaggenhut met aangeklede poppen voorzien van echte houten klompen, een blauwe kiel en een roodbonte zakdoek om de nek niet veel meer bezoekers trekken? Dat is een goede vraag. Maar bij die vraag viel Onno in ieder geval stil en verzocht hij: we zijn toch geen pannenkoekenrestaurant, wat zullen we nou beleven? En dat was, blijkt toch later, een gevleugelde uitspraak geweest die jarenlang werd gebruikt ook. En bij allerlei boerenbonte ideeën die werden in de kiem gesmoord door even het woord pannenkoek te laten vallen. Nou, dat vind ik een leuke anekdote, maar wel uit blijkt dat er altijd een hele serieuze ambitie is geweest met het museum. Het is echt een museum en het heeft een hele mooie, wat mij betreft, nationale allure. En de naam nationaal is ook terecht in die zin. Zoveel ambitie en gedrevenheid heeft ons geleid tot waar we nu staan. En persoonlijk voel ik het nog steeds als je ziet hoe de mensen en alle vrijwilligers en de medewerkers ermee omgaan. En als je ziet wat er, straks mogen jullie het ook bekijken, van geworden is, is het echt fantastisch. Ik vind het heel erg leuk om daar voor het bestuur te zitten, Hasker en Jan ook. En dat, het is gewoon een eer om dat te mogen doen. Ik sluit hierbij af, eigenlijk Bianca en Hans willen vragen. Naar voren te komen. Want Hans is de ad interim eerst bestuurder en later directeur geworden. Aangesteld door het gemeentebestuur, denk ik. Nee, door het vorige bestuur van. Oké. Nou, zit er nog niet zo lang in.
Maar door iemand aangesteld in ieder geval als ad interim directeur-bestuurder. En wij hebben bij onze installatie in ieder geval met Hans afgesproken van nou, we zouden heel graag willen dat jij de projectheropening gaat doen. En tot en met de opening, dus tot en met vandaag in dienst met Van Museum. Nou, dat heb je fantastisch gedaan en daarvoor hebben we een leuke attentie voor jou. Willen we jou bedanken, want het is natuurlijk ook jouw afscheid. Ja. Ja. Nou, wij willen Hans heel hartelijk bedanken voor de afgelopen 8 maanden. Want je hebt ons er echt doorheen geloodst. We zijn er gelukkig met z'n allen goed doorheen gekomen. En we vinden het heel jammer dat je weggaat. Dus blijf vooral langskomen. Dankjewel. Het komt mooi uit dat ik nu hier toch sta. Want ik zou nu ook het woord even nemen. Nou, ik kan me wel meteen aansluiten bij de woorden van Bianca. Kijk, zo'n dag, daar leef je heel lang naartoe, dat eindelijk weer het museum open kan. Daar ben je vooral mee bezig. Daarnet vroeg iemand van, goh, hoe is het nu voor je dat je dadelijk weg gaat? Ik zei, nou, voor mij realiseer ik me dat nog niet zo, want ik ben nog zo met die opening bezig, dat wat andere later wel komt. Maar ik heb natuurlijk ook de laatste dagen best af en toe wel aan gedacht van hoe dat is en ook gevoeld hoe dat is. En ik zal het dadelijk ook missen, dat heb ik jou van de week ook gezegd, om hier rond te lopen. Maar het is inherent aan het werk wat ik doe. Dat is de keuze die ik in mijn werkzame leven op een gegeven moment gemaakt heb. Ik ben 22 jaar als zelfstandig interim manager aan het werk. En ik vind het juist ook heel leuk om in dit soort grootschalige veranderingstrajecten een rol te spelen. En die heb ik hier genomen en ook gekregen. Ik zei net al, ik ben door het vorige bestuur gevraagd. Want een bestuur kan alleen maar zorgen voor een nieuw bestuur. Dat kan niemand anders van de stichting doen. Het is wel in overleg in de tijd met de gemeente gebeurd. Via de gemeente ben ik ook in contact gekomen met het voormalige bestuur. En van daaruit de rol gekregen. Ook daar werkt de gemeente, die ook erkentelijk voor, dat zij ook het vertrouwen aan mij hebben gegeven om deze rol op me te nemen. Want ik heb toch een aantal maanden, van ja, oktober tot, nou ja, jullie zijn half april ongeveer als bestuur toegetreden. Als enige bestuurder directeur hier geweest, formeel voor 1 dag in de week. Nou, dan moest ik en de bestuurdersrol en de directierol vervullen. Ik kan je verzekeren, dat lukt echt niet in 1 dag allemaal. Dus ik riep ook wel van, en ik loop hier ook als vrijwilliger rond. Gewoon omdat ik het ook heel erg leuk vond. En tot het allerlaatste ook leuk gevonden heb. En dat is natuurlijk ook een mooie manier om, nou ja, om weer weg te gaan. Dat je met plezier in je lijf afscheid kunt nemen. En kunt terugkijken op een mooie tijd. Ja, voor mij is dit ook een bijzondere dag natuurlijk. Ik heb hier toch 9 maanden naartoe gewerkt. Want in mijn opdracht stond om onder andere ook tot de herinrichting van het museum te komen. Daar lag het rapport Vlechten in Meervoud. Nou, in 2012 zijn de eerste gesprekken tussen gemeente en het bestuur van de stichting begonnen. In 2014 is dat rapport, heeft het leven gezien. Sibbe Rossel, daar achterin, is daar de geestelijke vader van. Het is niet een blauwdruk, het was nog een conceptueel kader voor hoe het museum ingericht moest worden. Dus dat conceptuele kader hebben we later ook verder uitgewerkt. Toen is ook Rob Blok, ik denk dat hij hiervoor staat, erbij betrokken geweest. Want ja, je kunt wel een mooi verhaal hebben wat je wil vertellen. Maar het moet ook op een goede manier vorm worden gegeven. Zodat het aantrekkelijk is voor de bezoekers om er naar te kijken. Maar wat we ook belangrijk vinden is om het verhaal te beleven. Niet alleen kijken van goh, wat een mooie stoel, wat een mooi mandje. Maar ook voor deel ervaren. En jullie zullen dat zelf straks kunnen ervaren. Van hoe het was om in die tijd nou, te werken en te leven en hier in Noord-Holland te zijn. Ik had een praatje voorbereid. Ik wijk daar nu helemaal al vanaf. Ook omdat Michiel al een aantal woorden heeft uitgesproken die ik in mijn verhaal had opgenomen. Het is, ja, zo vind ik het. Dus dat verhaal laat ik maar helemaal los. Ja, ook al de vrijwilligers bedankt.
Nou, er zijn een aantal geweest die echt hier dagelijks rondgelopen hebben. Twee dames, Immy en Anneke, die hebben 3,5 weken ongeveer alleen maar zitten schoonmaken. En ik kan je verzekeren dat dat een hele klus is geweest. Want soms... Ik denk dat sommige zalen al zeker 6 jaar niet waren schoongemaakt. En nou, daar zijn heel wat emmers water voor gebruikt. Je voelt het ook als je nu door die zalen loopt, dat er gewoon een hele andere atmosfeer hangt. Ook dat hoort bij een nieuwe opzet van het museum. Nou, zo zijn heel veel vrijwilligers heel actief geweest. En zonder hen hebben we ook deze periode niet kunnen doorstaan. Maar wat nog belangrijker denk ik is ook de komende tijd. Dat het ontzettend belangrijk is dat zij weer hun inspanning willen leveren voor het museum. Nou, dat is ook best lastig in zo'n periode dat je 8 maanden dicht bent. Om dan toch de verbondenheid te houden. Nou, we hebben wel een aantal bijeenkomsten georganiseerd om elkaar even te zien weer. Te vertellen waar we mee bezig zijn. Om zo toch die verbondenheid tussen het museum en de vrijwilligers in stand te houden. Na de komende tijd zal het museum daar ook een belangrijke mate weer op draaien. De baliediensten, de vlechters die het vlechtwerk in workshop of het vlechtcafé. Of demonstraties geven aan de bezoekers van het museum. En alle anderen die hun bijdrage leveren. Ze zijn een onmisbare schakel in het geheel. Ja, het museum heeft naast de directeur slechts 2 medewerkers. Nou, Bianca hebben jullie net al gezien. En Tamara, die naast haar staat, is sinds 1 januari in tijdelijke dienst. Zij doet met name ook toeristische informatie. En zorgt voor de PR en dergelijke van het museum. Nou heb ik al een heel aantal namen genoemd, zonder wie het allemaal ook niet mogelijk was om het te realiseren. Maar om niemand dan toch tekort te doen, wil ik er toch eentje in het bijzonder uithalen. En dat ben jij, Telegoon. Jij vindt dat helemaal niet leuk, dat weet ik. Maar toch zou ik even willen dat je even naar voren komt. Telefoon was al ongeveer 3 jaar met pensioen. En ik kwam hier en er was geen conservator op dat moment. Dus ik had zoiets van, ja jeetje, hoe begin ik hier aan? Van mandjes, van vlechtwerk, ik heb er geen verstand van. Wie wel? Hoe kom ik hier nou uit? Het verhaal wat er toen lag van Siebe, dat heb ik mijn eigen gemaakt. Ik werd daar meteen heel erg enthousiast van. Dus ik kon dat echt van binnenuit ook vertellen, van hoe ik daar tegenaan keek, wat ik daarmee wilde doen. Ik heb contact opgenomen met jou en ik zeg telefoon, ik zou eens met jou willen praten. Om eens te kijken of jij nog iets voor het museum zou willen doen. Dan was je natuurlijk niet helemaal weg hier, want als vrijwilliger deed je af en toe nog wel iets. Maar telefoon heeft een ontzettend zware taak op zich genomen. En die is eigenlijk weer in de huid van de conservator gekropen. Want met Rob en Siebe hebben we hele mooie plannen uitgewerkt. Maar er is er maar één die vervolgens kan kijken hier in het depot. Van welk object hoort nou in welke tijd, op welke plaats, wat is het verhaal erbij. Wij wisten het niet. En telefoon kon ons daar wel wegwijzing maken. En zij heeft dus voor gezorgd dat het geschiedkundig ook allemaal klopt wat er in het museum staat. De verhalen erbij gemaakt en gezorgd dat de informatie ook voor bezoekers heel toegankelijk is, dat je weet wat je ziet. En daarvoor zijn we heel erg erkentelijk dat je, nou, Michiel zei net al, je laatste huzarenstukje. Ik twijfel er altijd aan, maar je hebt zelf gezegd van nee, dit is echt de laatste. Maar je hebt alweer gezegd, volgende week ben ik er ook nog. Nee. Zo ga je toch altijd weer over die grens heen. Ik wil je daarom even bosbloemen geven. Zachtjes zei ze tegen mij, ik heb het ook met heel veel plezier gedaan.
En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. We hebben gewoon met heel veel plezier die laatste maanden kunnen werken. De fase van het afbreken van het vorige museum, de vorige tentoonstelling, dat is niet het leukste. Dat vind ik daarom ook wel heel knap dat ook Telefoon daar een bijdrage aan heeft geleverd. Zodat ze ook kon zorgen dat alles op de juiste plek in de boot terecht kwam. Maar het is toch iets waar jij zelf aan de grondslag hebt gezeten. Wat je op dat moment wel aan het afbreken bent. En de open mind valt om weer iets heel nieuws op een heel andere manier neer te zetten. We hebben met heel veel plezier met z'n allen deze fase doorlopen. Nu kunnen we die fase afronden en ik denk dat we met nog veel meer plezier en energie de toekomst in kunnen gaan. Waarbij het samenwerken met andere instanties, de contacten met ondernemersvereniging Noord-Wolde zijn weer versterkt vanuit hier. Met de Koloniehof, met Weldadig Oord, een groep toeristische ondernemers rondom de Koloniehof. En zo zijn er meer contacten gelegd die de komende tijd verder uitgebouwd zullen worden. Ik spreek ook de hoop en de verwachting uit dat het museum ook veel meer weer een plek zal gaan worden voor de Noord-Woldigers zelf. Het is hun verhaal wat hier verteld wordt, het is hun geschiedenis. En dat is best iets waar je trots op mag zijn. En ik weet ook, er zitten heel veel zwarte bladzijden in die geschiedenis. Het is niet allemaal even mooi geweest, maar de Noord-Woldigers zijn er wel altijd weer bovenop geklommen. En ik denk dat dat wel iets is waar iedereen hier als bezoeker ook een voorbeeld aan kan nemen. Ik ga het hierbij laten en Frans nu het woord geven, als laatste het woord geven. Dank u wel, Hans. Dit is vandaag wel een heel bijzonder moment voor mij. Ik heb er lang nagedacht, ik heb veel geschreven trouwens, dat ga ik hier zeggen. Ik ga een kort terugblik doen, waar staan we nu en even een stukje toekomst. Er is al veel gezegd over de historie van dit mooie dorp en het vlechten, het roodhaan, de armoede vroeger, de voormalige rietvlechterschool, hier is heel veel gebeurd, hier ligt heel veel historie. Heel veel mensen kunnen dat ook heel mooi vertellen, meneer Dieven die me altijd filmt, die vertelt al heel enthousiast over de roodhaanindustrie en wat hij er allemaal in gedaan heeft. Meneer Beckhoff die heel veel mooie verhalen kan vertellen erover, maar het was inderdaad ook een zware tijd. Het is een tijd waarin veel gebeurd is, het is ook een tijd die je wilt delen met andere mensen. Er zitten heel veel vrijwilligers in dit verhaal. En die vrijwilligers hebben ook altijd vanuit hun eigen ervaring, want volgens mij ging de school in de jaren 60 een beetje dicht. Vanuit hun ervaring verteld wat er allemaal gebeurde. En het museum dat liep. Het museum dat liep redelijk. In 2012 ontving het college, toen zat ik er nog niet, een signaal vanuit het museum, het gaat niet goed met ons. En wilt u ons helpen? Er waren teruglopende bezoekers en als de lijn zo doorging, dan was binnen 4 jaar was het einde museum en dat kon gewoon echt niet. De gemeente vindt en vond en vindt het museum gewoon belangrijk. Belangrijk voor Noord-Wolde, maar ook belangrijk voor onze gemeente. Het is ook een nationaal vlechtmuseum. Die vindt het belangrijk dat het blijft. Het is gewoon een belangrijk economisch punt voor Noord-Wolde. Het moet gewoon blijven. We hebben dus ook, we hebben ja gezegd. Dat gaan we doen en dat leidde tot een samenwerking. En in 2013 werd het eerste kindje geboren. Een rapport over het gebouw zelf. En daar stond in dat gebouw, er moet wat aan gebeuren. Die ingang, ik zag net een heer die een beetje ouder was dan mij, die kwam via de andere kant. Dus dat was de ingang altijd. Maar die ingang die was niet goed te vinden. Er waren trouwens meerdere ingangen in dit gebouw. Er moest iets gebeuren aan het gebouw. En in 2014 kwam, laat ik maar zeggen, het beleidsplan. Het vlechten in meervoud. Ik heb dat plan meerdere malen gelezen. Ik heb er voor het eerst met meneer Rossel kennis gemaakt, maar bewondering voor het plan. Ik heb er ook maquettes van gezien. En als ik nu zie hoe het nu geworden is, plaatjes zijn soms mooi, maar het resultaat is nog mooier. Het was een stuk waar het museum gewoon mee verder kon, de toekomst in kon. Het verhaal. En er waren enkele speerpunten in dat plan. Er moet samengewerkt worden. Samengewerkt met de Noord-Woldigers, samengewerkt worden binnen dit gebouw, samengewerkt worden met andere musea. Er moet vernieuwing plaatsvinden, natuurlijk, vanaf 2001 was dat, maar de wereld wordt anders, dynamischer, multimedia, er moet vernieuwing plaatsvinden in het museum. Er moet sprake zijn van een duidelijke verhaallijn, het verhaal van de historie, van de armoede, wat er allemaal gebeurd is, dat mensen thuis stoeltjes begonnen te vlechten,
huis leidt. Dat de kwaliteit beter en beter werd en dat Noordwolde in Europa bekend stond om zijn mooie industrie, om zijn rotanindustrie. Aansluiten bij Noordwolde. Je zag dat Noordwolde, het was een museum niet meer, het was een gebouw niet meer. Het moet weer van en door die Noordwoldigers worden. Dat was echt een eis. In 2014 was er al snel een akkoord, een goed plan. De gelden waren er, het plan was er. En toenmalig directeur Pieter Jonker, ik weet van mij, is hij hier ergens? Pieter, waar ben je? Ja, daar heb je lengte even tegen. Maar Pieter Jonker, die kwam ik tegen bij de opening van de tramhalte. We hebben van het bordje op de vulling, we hebben samen een pizza gegeten. En tijdens pizza eten heb ik altijd de fijnste gesprekken. Het begint met het vlekje op mijn overhemd en het wordt steeds leuker. En we hadden een heel enthousiast gesprek. En Piet zei, dat museum dat gaat goed komen. Je bent bezig met fondsen en het gaat gebeuren. Ik heb er helemaal zin in. Kloosterman, ik ga je rondleiden. Het mocht niet zo zijn. Pieter ging helaas weg. Ja, het was een zware tijd. En er waren donkere wolken boven het museum. In november 2014, ik zat toen een half jaar in het college. Dit viel niet onder mijn portefeuille. Ik heb wel cultuur, maar dit hele gebouw dat viel onder bestemming Noordwolde. Heeft het college aan mij gevraagd van, Frans, wil jij eens naar het gebouw kijken? Want er zit van alles in en het loopt niet. En ik heb toch gezegd, ik wil het wel doen. En zo is het duo Hans en Frans ontstaan. Hans Breukel, volgens mij is hij hier ook ergens. Die heeft ook zijn lengte wat tegen. Helemaal achteraan. Het duo Hans en Frans is ontstaan. Hans als projectleider en ik als portefeuillehouder. En ik weet in het buurthuis ook, als we kwamen, zeiden ze Hans en Frans zijn er weer. Maar het duo Hans en Frans ontstond. En wat troffen wij toen aan in dit gebouw? Een peuterspeelzaal, heel mooi, met hele kleine toiletjes. Een horeca met een pachter, wat slecht liep. Dat ging gewoon niet goed. Een wereldwinkel waar we gesprekken mee hebben gehad, die zeggen, het wordt steeds minder. We verkopen steeds minder. Een bibliotheek die maar 3 dagdelen open was. En een museum in nood, wat ik net al vertel. Gelukkig waren er heel veel vrijwilligers hier van al die instanties en die wouden verandering. En die wouden ook de handen uit de mouwen steken en die wouden wel door. Als je dan nu kijkt, en ik heb net die punten al genoemd, en is er een goedlopend buurthuis? Nee, je hebt er net een hele bakje koffie gehad. Het is een nieuwe automaat, ik geniet er altijd regelmatig van. Een stukje gebak, vriendelijke bediening. Het heeft een totale metamorfose gehad. Ik denk mensen die een tijd niet geweest zijn, die zeggen waar is je ene trap heen, waar zit die ingang nou? Maar het loopt als een tierenlier en die samenwerking die is hartstikke perfect. Er is ook vanuit het buurthuis al, we hadden het over samenwerking, een samenwerking. Als er groepen komen, dan krijgen ze hier een menuslof, een bakkenkok, wereldberoemd die menuslof. Niet goed voor calorieën, maar een heerlijk stukje gebak. En dan kunnen die groepen door, dat is een mooie samenwerking die er allemaal ontstaan is. Dat is een cultureel blok, dat zult u straks zien. Niet allemaal ingaan, hè? 1 ingang. En dan kom je in een bibliotheek die gewoon elke dag open is. Ze zeggen altijd, er komen meer bezoekers en meer abonnementen. Ze noemden iemand die jeugdig erbij was gekomen, bij 70, dus ze hebben wel andere begrippen van jeugd, maar dat neemt hartstikke goed toe. Ik sprak net met de wereldwinkel, die ook gevestigd is in het pand, samen met de museumwinkel. Ze zeggen, we hebben meer omzet. En het is uniek, een museum, een bibliotheek. Die meer open gaat. Je ziet een tegenovergestelde beweging. Het is een bibliotheek van collectie naar connectie, waar een vrijwilligerspunt is, een mantelzorgpunt is er. Toeristen kunnen elkaar ontmoeten. Gewoon 1 ingang, welkom en je kunt verder. En je kunt ook nu verder het museum in. 1 ingang, dat is echt een win-win situatie. Niet allemaal loketten, er zit 1 gastheer of 1 gastdame die heet je welkom en je kunt verder. En ook nog een keer in het gebouw, de peuterspeelzaal is eruit, dienst in bedrijf, mensen begeleid naar werk, mensen met afstand van de arbeidsmarkt en ook nog een keer ons gebiedsteam. Ook het museum moest er weer mee, het cultureel blok is wat eerder begonnen. De gemeente vond en vindt zij dat het museum gewoon belangrijk en het hoort gewoon bij onze historie. Er is inderdaad ingegrepen door de gemeente in het voorjaar van 2015 en dat kon ook niet anders, maar ondanks de gebrekkige situatie en de gebrekkige communicatie die daardoor ontstond, en dat zei Hans net ook al, zijn de vrijwilligers doorgegaan. Hans heeft tijdelijk goed op de winkel gepast en mensen zijn gewoon wel doorgegaan en daarvoor bewondering, want het was niet de mooiste tijd. Maar dat moeten we dan maar even weer vergeten. De plannen waren er dus, en dat werd net genoemd, en de middelen waren er deels ook. Het gaat altijd om centen. Maar wat eerst, de middelen zijn er, de vrijwilligers zijn er en de plannen zijn er, dat was ook een nieuw bestuur. En daar hebben we inderdaad wel voor gelobbyd, daar ben ik eerlijk in. We wouden graag een bestuur wat binding heeft met dit dorp. Of zakelijk, of die hier een netwerk hebben en die hart hebben voor Noordwolde.
En ik was inderdaad ontzettend blij dat ze ja zeiden. En misschien heb ik wel de volgorde wat anders gedaan. Maar het zijn ook niet zomaar mensen. Jan Berghoff werd genoemd. Nou, waar is die man niet vrijwilliger? Haske de Jong, nou, zit zelf in de brandweerauto. Maar toen zouden Michel Kraamdonk, ondernemers, is hij actief in de ondernemersvereniging. Dit zijn mensen die een ontzettend druk agenda hebben. En ik heb hier 3 bossen bloemen staan, die zijn absoluut niet voor hun. Maar ze hadden 1 voorwaarde. Ze zeggen zoveel ja, die mensen, als het thuis maar goed vindt. Als de vrouw het maar goed vindt. Dan heb ik nog gedacht, moet ik die vrouwen nog een beetje bij me, maar ik denk, dat ga ik de verf wet houden. Ik wil jullie een bos bloemen geven. Geef het aan je vrouw vanavond en maak het vanavond goed. En daarna ga ik weer verder. Eerst een bosje. Ja, is dit daar, hè? Maar nou, Michiel wil hem zelf niet geven. Ik weet niet wat voor relatie. Afhankelijk van. Een echt als een tierenlier. Het was echt. Ik sliep weer weder. Ik ben heel blij dat jullie er zijn en dat jullie dit stokje, want het is niet zomaar iets, willen overnemen en hierdoor mee willen gaan. Er liggen, en dan ga ik een blik doen naar de toekomst, ontzettend grote kansen. Jullie weten allemaal het UNESCO Werelderfgoed, de kolonie van weldadigheid, ik ga het over samenwerking. Er ligt een prachtkans voor dit museum, want deze geschiedenis zit daarom vast. Culturele hoofdstad 2018. We hebben een programma in deze gemeente van 3 projecten, Opera Spanga. We hebben, en dat gaat een beetje vanuit cultuur, de Mierskip, ik wou gemeenschap zeggen, maar wij allemaal met elkaar. Dorp, cultureel dorp, de Hoeven waar we trots op zijn. Maar het derde is City of Rotan, dat moet vanuit hier gebeuren. En daar gaan we straks mee verder. Eerst dit even, daar gaan we mee verder. Dit komt natuurlijk niet zonder financiële steun. Bedankt voor jullie belastinggeld, wat richting gemeente en provincie ging. Dat zit nu deels in het museum. En natuurlijk ook de eigen gelden die het museum bijeengebracht heeft. Daarvoor ook dank. Ik ben ook blij, want we hadden een vraag van het museum. Ik zei, wat willen jullie graag hebben? En het was geen geld. Toen zeiden ze, we hebben een beroemde schilder in onze gemeente. Dat is meneer Verheij. Meneer Verheij, waar staat u? Daar. U kent allemaal Anton Verheij, onze schilder. En ik ben een groot bewonderaar van uw werk, maar dat weet u. En meneer Verheij heeft de geschiedenis van onze gemeente in beeld gebracht. U kent de stukken wel bij de raadzaal die er hangen door een nieuw huis. Voor mij de watersnoodramp heeft u nog over geschilderd, ook de oorlog. Maar de hele geschiedenis heeft u in beeld gebracht. En u heeft ook het ontstaan van de stoelenindustrie geschilderd. Een prachtschilderij, u zult het straks zien. Meneer Verheij, ik heb het zien hangen, het staat keurig in het licht. En wij hebben gemeente al dit vanuit de collectie voor langere tijd uit te lenen aan het museum. En meneer Verheij vond het ook goed. Alleen als het een keer een totale expositie is, dan is het even weg, maar dan moeten we even een kopietje maken. Maar het echte hangt er nu echt. En meneer Verheij, ook dankbaar voor uw samenwerking en fijn dat u hier ook bent. Dank u wel. Nou nogmaals, anders was u er ook niet. Het museum is ons allemaal heel veel waard en het heeft zeker een toekomst in het bruisen Noordwolde. We zien allemaal wat er in Noordwolde gebeurt en ontwikkelingen. En ik wil afsluiten met 1 zin, laat de bussen maar komen. Dank u wel. Michiel heeft in het begin al aangegeven dat nu de bedoeling is dat we met z'n allen buitenom het gebouw naar de ingang van het cultuurcluster gaan, daar naar binnen gaan en dan daar op zoek gaan naar de ingang van het museum. En daar zal de openingshandeling plaatsvinden.